melkkoeien nu doorgegroeid. We willen naar 300 melkkoeien toe voor de toekomst, voor 2015. Ja. En dan gaan we dan vervolgens ons focussen op een groot melkveebedrijf. Dus we zullen eigenlijk een koevakking moeten die weinig arbeid vraagt, die een functionele koe is, een sterke koe is die en heel veel melk kan produceren. En vervolgens de capaciteit ook aan kan in deze stal. Over een aantal jaren, 5, 6, hebben we nu zaken gedaan met C-Max. En onze keus viel eigenlijk op C-Max, omdat die eigenlijk toch in ons inziens een supersterke koe kan fokken. Een duurzame koe met harde poten. En die in een goed systeem toch heel veel melk kan produceren. En vervolgens zal die koe zich ook baren moeten maken in grote koppels. En dat zie je toch vaak op grote bedrijven, dat de zwakkere koeien toch het ondereind van de veestapel worden. En dat proberen we nu door het middel van de fokkerij, om toch een goede, sterke veestapel te maken, te fokken, die de productie aan kan, ook in groepsverband. Wat betreft zeg maar de gezondheidskenmerken? Ja, ook dan kom je weer terug over het arbeidsaspect. Een koe met uierontsteking of een koe die te snel ziek is of te zwak is, ja, dat vergt gewoon heel veel arbeid. En ja, dat willen we eigenlijk door middel van deze fokkerij, en een zieke koe zal er altijd blijven, maar door middel van deze fokkerij proberen we dat, die gezondheidskenmerken, ook daarin in zo'n gezonde koe te fokken. Ja, het zou natuurlijk geweldig geweest als we allemaal koeien van 90 punten konden fokken, maar dat is een ideologie. Dat hoeft voor dit bedrijf hoeft er ook niet. Wij zijn hierop gericht om koeien te fokken die heel veel melk kunnen produceren. En is dat een koe met een klein schoonheidsfoutje in zijn uier, hoeft dat het probleem niet te wezen. Maar het moet een goede functionele koe wezen die bijzonder weinig aandacht vraagt. En dat is bij ons staat wel voorop. Het is, we streven natuurlijk naar een grote koe. Dan blijft er ook een keer restwaarde over als die koe wel vertrekken moet. Maar vervolgens hebben we gezegd, ja, het mag rustig een grote koe wezen, want daar hebben we in de stal toch ook wel rekening mee gehouden. Dat daar een grote koe in kan, een ruime boxen. Een diep troostelbox, voldoende bewegingsvrijheid voor de koeien, looppaden zijn groot genoeg, beloopbaarheid is goed. Dus wat dat betreft kan bij ons best een hele grote koe kan hier lopen. Ik heb eigenlijk een hele fanatieke koefokker als medewerker. Mijn interesse zelf gaat ook wel uit naar de fokkerij. Maar ja, ik ben niet zo goed in naam onthouden, maar we hebben toch eigenlijk iemand in onze gelederen en als onze medewerker Jan Martien. Die eigenlijk helemaal begaan is met fokkerij, de stieren door en door kent, kent de koeien allemaal van haven tot gort. En die maakt voor ons eigenlijk de meeste paring. En dan ook in samenspraak met Johannes Schipper van C-Max doen we eigenlijk de stieren advies. En zeggen wat zijn onze actuele stieren zijn er op dit moment in aanbod. En dan kijken we toch ook wel even naar de veestapel van welke kenmerken zouden we nu toch nog even extra onder het licht willen brengen. En daar gaan we dan ook nog even extra op inzetten. Ja, nou, de melkstal, onze keus toen we met het hele traject begonnen voor 5 jaar geleden, viel eigenlijk op een 28 stand binnenmelker. Om het feit dat wij eigenlijk een hele hoge melkproductie hadden. En voor mezelf was het toen de reden, ik melk altijd de koeien zelf. En ik heb een mooi overzicht in een binnenmelker. Maar gaandeweg zie je dat steeds meer grote bedrijven toch naar een buitenmelker gaan. En daarna ga je eens informeren wat daar de reden voor is. En dan kom je tot de conclusie van wil jij dat in arbeid en in korte tijd klaarmaken, zul je toch naar een buitenmelker moeten. En ook hier is natuurlijk de software, kan heel veel dingen zien, maar het boerenoog moet natuurlijk ook nog een en ander zien. Maar je draait hier een hele grote capaciteit in deze melkstal. Nou, geweldig, ik wens je veel succes. Ja, dankjewel, graag gedaan. Okay.